de Bombardon. De Bombardon is een winkel van Renard, waar allemaal mensen werken die heel veel mensen van u allemaal al kennen. Ik ben Wouter Kolf, burgemeester van Veendaal en ik ben hier op bezoek. We zijn hier met een paar gemeenteraadsleden en de burgemeester op werkbezoek om te kijken hoe in de Bombardon wordt gewerkt met mensen met een verstandelijke beperking. Wat vandaag de bedoeling is, we eigenlijk jullie gelegenheid geven om jullie Veendaalse medeburgers te leren kennen en met hen samen aan iets te bouwen. Want ik maak me wel een beetje zorgen van straks gaan heel veel mensen van ons gaan onder de gemeente vallen. Onder de zorg van de gemeente. En kennen jullie eigenlijk de mensen die wij hier, die dagelijks bij ons werken? Dankjewel. Ik heb hier nog wat af. Je wilde er even af. Ja, dat is mooi spel. Het lijkt me toch wel, als je over ze gaat beslissen, dat je weet over wie je beslist. Het kan toch niet zo zijn dat we straks iets gaan beslissen en we niet weten waar we het over hebben. Ik denk, alle koekjesbakjes bij elkaar. Dan doe ik deze wel ietsje meer. Nog meer? Ja, zo ja. Ik heb dit nog nooit gedaan hoor. Nog nooit? Nee. Toch goed, maar nog ietsje meer. Nog meer? Ja. We vinden het heel belangrijk dat mensen met een beperking ook meedoen in de maatschappij. En zo'n winkel is natuurlijk een uitgelezen maar bijeenkomst voor mensen die elkaar willen ontmoeten. Ja, het is hartstikke goed om te zien dat mensen die hier werken met een beperking, dat die de gelegenheid krijgen om alles uit zichzelf te halen wat erin zit. Ja. Kan jij even vertellen wat hier gaat gebeuren? Ja, deze koeken maken wij heerlijke koeken van alle gasten. Kunnen de gasten misschien ook kopen. En dan moet ook veel suiker erin. Ik vind het heel mooi om te zien dat mensen hier echt zoveel plezier hebben dat ze hier mogen werken. Dat ze echt iets toevoegen aan de samenleving. Want de dingen die ze hier maken, de koekjes, de gebakjes enzovoort, die worden ook echt verkocht. En dit is het eerste resultaat ervan. Ik weet nog niet wat het is. Dankjewel. Ik heb net zelf koekjes gebakken. En ook geproefd. We hebben eerst met magneten en balletjes hebben we een bouwwerk gemaakt. En zo gaan we nog een stukje kunst maken, schilderen met vogelhuisjes. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, dus wij zijn blij dat er hulp is. En ik wist niet dat ik zulke lekkere koekjes kon maken. Maar gelukkig had ik wat hulp van de mensen die hier dagelijks werken. Ik ben een jasje. Ja. Dankjewel. Ik heb een met suiker. Een met suiker, ja. Dat is een hond. Hondje. Ja, het is een hond. Hond. Die de berg opklimt. Ja. Nou, de berg staat voor de uitdaging waar de gemeente voor staat. En om daar tegenop te komen met z'n allen. Maar ja, je ziet al, het lukt niet altijd. Hij rent nu hard naar beneden. Maar we gaan er alles aan doen om die berg wel op te komen. Het is ten eerste prachtig centraal gelegen in Veenendaal. Dus ik zou ook iedereen die hier regelmatig in de buurt komt aanraden om hier eens even binnen te wandelen en te kijken of er iets van hun gading bij is. Wij vinden de cadeautjes die hier in de winkel te koop zijn ook altijd erg mooi. Nu ik hier een keer binnen ben geweest en ook weet dat je er heel veel lekkere dingen kan kopen, suizenbroodjes, gebak, koekjes, kom ik zeker nog een keertje terug. Het is altijd goed. Hoe meer we elkaar ontmoeten, hoe beter het is. Het is gewoon hartstikke belangrijk dat iedereen zijn eigen plek heeft in de samenleving. Dus iedereen moet gewoon kunnen werken naar wat hij of zij kan. En ook eigenlijk midden in de samenleving. En dat zien we hier in de Bombardon in Veenendaal helemaal in optima forma terug.